Yes, kijk eens en welkom bij een gloednieuwe video. Vandaag ga ik een schuilkelder gaan opzoeken hier in Rotterdam. Ik zou zeggen, kijk verder. En als je toch aan het kijken bent, abonneer even op mijn kanaal en dan kan je hier doen. Ja, we zitten straks bij de ingang. Dit is het schuilkelder. En dit is vandaag open. Welkom in waarschijnlijk het kleinste monumentje van Rotterdam. Een passante schuilkelder uit de Koude Oorlogperiode. Deze is gebouwd in 1957. Door de openbare werken van de gemeente Rotterdam. In samenwerking met de bescherming bevolking. En deze ruimte moest ervoor zorgen dat mensen bij gevaar, hè, dus als het luchtalarm afging, ze liepen buiten hier in het park, dat ze toch nog een veilig onderkomen konden vinden. Zoals gezegd, in 1957 is het begonnen met de bouw van deze schuilkelders. En deze is voor 50 personen. Dus moet je voorstellen dat je hier met 50 personen binnen zit. Dat is toch wel een behoorlijke opgave. Zeker omdat ook niet iedereen kan zitten. Hè, dus er moesten mensen staan, er moesten mensen liggen en er moesten mensen zitten. Wat ook belangrijk was, was het draaien aan de handslinger voor verse lucht. Het lucht werd van buitenaf aangezogen, gaat door een zandfilter heen en komt eigenlijk fris daarbovenuit. Uit het roostertje, boven het bedje. Als er nou met bepaalde strijdmiddelen gewerkt zou worden, hè, als er dus toch wel zaken om de hoek kwamen kijken die niet helemaal pluis waren, dan werd deze vredesbuis, die werd ertussen uitgehaald en de grote koolstofbus zoals die hier staat, dat is als het ware een grote gasmaskerbus, werd op het systeem aangesloten zodat het lucht toch ook nog fris zou zijn. Zoals jullie zien, op de tafeltjes staan er van die gouden blikken. Daar zitten crackers zitten daarin, biscuit. Je zat hier 48 uur lang, zat je hier binnen. Waarschijnlijk duurt het ook 48 uur om die dingen weg te werken, want die zijn zo droog als wat. Maar dat was er dus aanwezig. Er was ook water aanwezig. Dat zat hier in de jerrycans zoals die hier staan. Daarna ging dat in de watertank, zodat de mensen toch ook nog konden drinken. Hier, achter het gordijntje, daar staat een toiletemmer, ook voor 50 personen. Dus dat was toch, toch wel erg primitief hoe dat gedaan was. Mocht het nou zijn dat de deur geblokkeerd was door het een of het ander, kon men met de handspaak, zoals we dat noemen, kon de deur uit de sponning gelift worden, waardoor de gang vrij zou kunnen zijn. Je zou ook gebruik kunnen maken van de nooduitgang. Als je daar het luik openmaakt, dan zit daar een trappetje en dan kom je zeg maar uit in het gazon. Daar staat een groene plaat zit daar. Die hebben wij dichtgelast. Omdat we geen ongenodige gasten hier binnen willen hebben. Eigenlijk zijn er 17 van dit soort schuilkelders gebouwd in Rotterdam. Op tactische plekken in de stad. Dat is het kleine plaatje. Het grote plaatje qua schuilen, dat is echt de metrostations. De gecombineerde projecten zoals we dat noemen. Parkeerkelders, metrostations. Als je bijvoorbeeld kijkt naar metrostation Beurs, daar konden 15.000 man kon daar schuilen. Dus dat is best wel behoorlijk. Zeg maar de Koopgoot, dat was eigenlijk de schuilkelder waar het dak van af is gehaald. Maar van dit soort ruimtes waren er 17.
Het kan ook zijn, net zoals bijvoorbeeld bij het droogleven of het tuinplein hier verderop in het gazon, zie je ook nog van die betonnen pukkeltjes erbovenuit komen. Dat is een dubbele. Ja? Dus er zitten er twee eigenlijk naast elkaar. En dan kan je door middel van een mangat, wat er in het midden zit, kun je dus naar de andere ruimte toe gaan. Mocht het nou zo zijn dat het luchtalarm afging, dan kwam de BW'er van dienst die hier in de wijk woonde, die kwam hier naartoe. Die kwam de ruimte openmaken, telde 50 personen af, gaf een instructie hoe de ruimte gebruikt moest worden en ging de deur weer dicht. En meneer moest zelf ook maar een veilig onderkomen vinden. Meesten moesten natuurlijk eerst thuis, in de eerste instantie thuis een schuilplaats aanleggen. De beschermde bevolking, die organisatie, die gaf ook van die boekjes uit. Die moest je dan in je meterkast hangen met allemaal tips en adviezen hoe wat je dus zou moeten doen bij een eventuele atomaire aanval. Wat is jullie indruk? Daar ben ik wel benieuwd naar. En hoeveel op een dag moet je hier blijven zitten? Hier zit je 48 uur lang. Ja, met 50 personen. 50 personen. Dus dat is best... Ja, dat geloof ik wel, 50 personen. Ja. Ja, dat benauwd. Ja, zeker. Nou ja, eigenlijk is dit het enige wat er nog is op schuilkeldergebied. Ja, het is eigenlijk erfgoed geworden van de tijd van toen. Ja. Als je hij nu... is al nooit gebruikt, want u heeft gezegd dat hij in 1957 gebouwd is. Klopt. Dus na de oorlog. Ja, klopt. Het is de tijd van de Koude Oorlog, de Russische, de Sovjet-dreiging. Ja, hij is alleen gebruikt bij een oefening. Ja, voor de rest, in 2015 heeft de kunsthal, zo zijn we eigenlijk deze ruimte op het spoor gekomen, die heeft hier een expositie gehad in deze ruimte. Toen waren alle bedbankjes, die waren allemaal weg. Er stond een soort demonisch wezen wat op een drumstel, dat was dan de kunst waarschijnlijk, die aan het spelen was. Wij zagen dat als Stichting Cultureel Erfgoed, zagen dat in de media en vonden eigenlijk dat de ruimte weer terug zijn oude functie eigenlijk moest krijgen, maar wel op educatieve basis. He, wij ontvangen hier ook schoolklassen van BSO's en ROC's en ook om de jeugd echt aan te geven van joh, we zijn met een goede zaak bezig. Wij leven als stichting uitsluitend van donaties en giften. Heeft u zoiets van, nou, we vinden wel leuk wat die knapen allemaal doen, dan kunt u een donatie doen. Kan middels een QR-code via de telefoon, kan ook via de ouderwetse de fooiepot. Zodat wij toch ook onze activiteiten verder kunnen zetten. Zijn er naar aanleiding van mijn verhaal nog vragen? Zou dit echt... Zou dit echt bestaan zijn voor tegen de bommen en andere oorlogen, zeg maar? In principe, stel de kogels zouden om je oren vliegen, dan zou je hier nog een veilig onderkomen hebben, maar daar blijft het wel bij. Ja, tegen een voltreffer is het niet bestemd, maar het is meer ook echt voor de fallout, zeg maar. Hè? Dus de besmette deeltjes die vanuit de lucht dwarrelen. En er kwam na 48 uur lang iemand kijken van de beschermde bevolking of het korps mobiele kolonnes of de boel nog intact was of wat er met de mensen gebeurd zou zijn. Kleine ruimte, maar een rijke geschiedenis. Ja. Weet jij iets over die andere die hier onder de singel loopt? We weten dat, op papier weten we dat er eentje zou moeten zijn op de Westerschingel. Ja, want die loopt helemaal van hier tot dan de weg Blaak. Oké. Helemaal door. Maar dat is wel een oude weg. Oké. Nou ja, wellicht komen we daar ook nog eens op het spoor, wie weet. Nou, het huisje staat op deze kant van de singel. Oké. En het is een Westerschingel, zegt u? Het is een Westerschingel. Oké. Ja, gaan we daar eens daar zijn wij mee. Ja, Oud-Rotterdam uit deze buurt is echt eigenlijk het meest nieuwsgierig daar. Ja. Wat is daar mee gebeurd? Ja. Nee, deze eigenlijk, voordat de kunsthal hier erin kwam, toen heeft er ook een zwerver hierin gezeten. Die heeft daar zeg maar zijn eten klaar gemaakt. Die heeft ze bij het slaven gaan zijn peukies daar waarschijnlijk uitgedrukt. We hebben dat expres zo gelaten omdat we gewoon vinden dat het ook een deel van de historie is. Een luxe plek.
Een leuke plek, hè? Ja, voor een zwerver. Zeker. Ja. Mooi plekje. Ik heb begrepen dat de 48 uur verstreken zijn en dat het veilig is om uit uw weg te vervolgen. Yes, vandaag neem ik een schuilkelder. Het is de schuilkelder nummer 2 hier op de Schiphoekse Laan. Dus ik ben benieuwd. Ik loop ook bij mijn eigen naam. Ik ken mijn eigen naam. Nou, we gaan op zoek naar schuilkelder nummer 2. Hey kerel, ik zie mezelf. Hoe is dat? Ja, lekker man. Hey. Ja, lekker naar binnen. Onze schuilkelder. Ik ben Raymond de Man van de Stichting Cultureel Erfgoed Koude Oorlog. Wij beheren deze schuilkelder eigenlijk sinds de beginperiode van de coronacrisis. En dit is de allereerste openstelling voor het publiek. En ik ben blij dat er weer mensen hier binnen zijn eigenlijk. Deze locatie is gebouwd in opdracht van de beschermende bevolking in 1958 en is rond maart 1959 opgeleverd. Dat zijn een schuilkelder voor een conventionele oorlog. Dus met gewone bommen. Toen uiteindelijk in 1962 de Cuba-crisis kwam, toen kwam de atoomdreiging een beetje in het spel. En toen hebben ze een kleine aanpassing in deze 17 van deze locaties in Rotterdam. Hebben ze een aanpassing gemaakt met een zandfilter. Dat zit in een tussenportaaltje. Achter deze deur, daar zitten die twee deksels aan de zijkant. Daar zit grof zand zit daarin. Dat is eigenlijk een beetje te vergelijken met aquarium. Aquariumgrind. En dat kan dus radioactieve stofdeeltjes opnemen. Er ligt een hele laag licht erin. En met de handventilator dan kan je dus lucht naar binnen toe halen. Die stofdeeltjes die blijven hierheen hangen. En het heeft ook nog de bijkomstigheid dat het eventuele lucht wat in de buurt ontstaat van een brandend gebouw. Kan koeler zo'n 100 tot 150 graden voor een uur. Dus dan is misschien het gebouw hiernaast al helemaal afgebrand en koelt de lucht weer, maar dat is in ieder geval een bijkomstigheid. Dat is iets wat ze dus later in de jaren 60 nog bijgebouwd hebben. De locatie is niet gebouwd voor mensen die hier in de buurt wonen. Het is voor passanten die niet op tijd thuis konden zijn in hun eigen schuilgelegenheid, mocht dat luchtalarm gaan. En er wonen hier de mensen, hier in de buurt wonen mensen die werken bij de beschermende bevolking. Die openden deze deur. En het eerste wat die deden, dat was aan de eerste mensen die hier binnenkwamen de instructies geven van hoe moet je deze ruimte gebruiken. En er hoorde dus ook bij het 48 uur aan de ventilator slingeren. En dat kon weer zo. Op dit moment zit er een buis tussen een rood vlak. Daar staat 1.2 op en dat is de filtermaat van de koolstoffilter. De koolstoffilter die staat ernaast. En die buis die er nu in zit, dat noem je de vredesbuis. Ja, dus rechtstreeks haal je dus de lucht van buiten vandaan door dat zandfilter wel heen. Maar dat is nog ongefilterd voor strijdgassen en chemische dampen. Op het moment dat je die pijp er tussenuit schroeft en die filterbus er tussen doet, dan kan je dat eigenlijk vergelijken als zo'n bus die op een gasmasker zit. Alleen we ademen met z'n 50 en er dan uit. Alles hier binnen is gebaseerd op 50 personen. Dus voor 50 personen is er een noodbespies aanwezig, voor 50 personen water aanwezig. En je verbleef hier dan 48 uur als die bom gevallen was. De noodbesquiz, dat doe je ook ongeveer 48 uur over om die door je strot heen te krijgen. Ze zijn ongeveer te vergelijken volgens Verkade met de knappertjes. Alleen dan ja, wel de betonversie, zeg maar. Volgens mij. Er waren hier zwarte jerrycans aanwezig, die werden elke maand dat water ververst. En dat werd dan in die tank daarachter gegooid met die deksel erop. Dus de eerste tank erover. En daar zit een kraantje onder en daar kon je op rantsoen een bekertje water pakken. Dat bekertje water had je ook nodig om die biscuits weg te spoelen, want dat was echt heel droog. Die filterbus die functioneert ook eigenlijk maar 48 uur.
daarna is die verzadigd en doet hij ook zijn eigenwerking meer. Betekent dat dat hij continu aan gedraaid moest blijven worden? Ja, ja. Okay. Er zit ook een meter op de muur en die moest ongeveer zo'n 10 tot 15 mm waterkolom moest die aangeven. Dat betekende dus als de bakkingen in de luiken en in de deur zaten, dat je dan een soort bubbel zat hier. Dus een kleine lichte verhoging met de lucht eruit buiten. Dat betekent dus dat die stofdeeltjes ook niet via de pakking of wat dan ook naar binnen konden komen. Dus kon ook niet te hoog draaien natuurlijk, want dan blies je je trommelvlies op. Ja. We hebben tegenwoordig nog maar één tafeltje, maar het was ook gewoon dat er op alle tafeltjes een afspraak stond. Dat zat hier gewoon te paffen natuurlijk. Ja. Ja, dus dan moest je nog wat harder draaien. Op het moment dat de stroom uit zou vallen. Wij werken hier met accu en een accukist, maar als de stroom uit zou vallen, waren er ook kaarsen aanwezig. Dus dat betekent dat je nog harder moet draaien. Degene die hier sliep, er waren dus voor 6 personen dus slaapgelegenheid hier bovenop. Degene die hier sliep, die had waarschijnlijk een blaasontsteking dan op dat geval. Als het heel hard gedraaid werd, want hier komt de lucht uit. Alles is berekend voor die 50 personen, 48 uur. Die 48 uur die is gebaseerd op de regel van Kaufman. Dat betekent dat na 7 uur heb je een halvering van de straling. 14 uur daarna heb je een halvering van de halvering. En 21 uur daarna heb je een halvering van de halvering van de halvering. En dat werd gezien dan als zodanig lage straling dat je geëvacueerd kon worden. Ik wil niet zeggen dat je in het gebied kon blijven, maar je kon in ieder geval het gebied uit, in ieder geval naar buiten toe. Het enige wat ze niet berekend hebben op 50 man, dat is die private emmer die achterin de hoek staat. Die is 60 liter. Dus ja, iedereen ontbeten 's ochtends, dan is die s'avonds helemaal vol. En dat moet je ergens kwijt. Dus, er zit zo'n tussensluisje zitten in. Er zit een klep via de zijkant zitten. Dat tussensluisje dat bleef onder druk. Dan ging die deur open. Dan werd die emmer daarin gelegd. En na 48 uur liepen we dat met z'n 50 gewoon lekker naar buiten toe. Wat je zou zien, het is voor eenmalig gebruik. Ja. Daarna, je gaat hier binnen, 48 uur daarna kom je buiten en Nederland is anders. Er is een deel van Nederland weg. Mensen zijn dood, je weet niet wat. Waren overal in Nederland waren er meetposten. En daar meten ze dus de straling, de kracht en de hoogte van een atoombom. Dat werd doorgegeven aan een commandopost. In deze regio was dus dit was de A-kring Zuid-Hollandse Zee was dat. En daar zijn die andere commandopost op de Delftweg. Bij op de parkeerplaats van het crematorium en begraafplaats Holmwijk. Die ligt er ook nog steeds. Daar kwamen alle meetgegevens binnen van deze regio. Die werden op de kaart werden die geplot. Dat ging ook naar Lunette in Utrecht. En daar keken ze wat de windrichting was en wat er dan welk gebied hier naartoe kon evacueren. Kijk, zat je te dicht bij die atoombom, dan was dit een oven. Dan kwam die klap, dan was het voorbij. Maar was je ver genoeg, was er dus nog een kans om te overleven. Deze schuilgelegenheid die heeft ze werkte via een puntensysteem eigenlijk. En, dit is een 1 op 50. Dus 1 op de 50 deeltjes straling komt hier binnen. Dat is eigenlijk gewoon veel te weinig, maar toen de tijd konden ze ook niet meten. Je moet op een mobiele telefoon kijken, hebben die ook gewoon bereik. Dat betekent dus dat het niet traumatvrij is eigenlijk. Deze wanden die zijn 30 centimeter. Dat was een minimum, was dat. Er moet eigenlijk nog een gronddekking van een meter op. En dan zou er dus wel stralingsvrij kunnen zijn. Alleen die gronddekking is gewoon te weinig. Waardoor hier wel straling binnen kon komen. Maar het was wel zodanig afgezwakt dat ze zeiden dat het overleefbaar was. De mensen die in de buurt woonden, die konden dus bij het hoofdbescherming bevolking, of de hoofd zelfbescherming, konden ze een afspraak maken om iemand langs te laten komen. En die vertelde dan van, joh, jullie hebben een kelder, daar een luik, daar een paar zandzakken, daar nog een extra muurtje in en dat is goed. Woonde je in een flat, dan waren vaak de badkamers bijvoorbeeld in panden zonder raampje. Dan werd er geadviseerd om alle binnendeuren eruit te halen, die op te stapelen, tegen de wand aan, zandzakken daar weer tegenaan te zetten. En dan had je daar weer een dekking. Alles draaide op zelfredzaamheid. Mensen die hierin kwamen, woonden dus niet hier in de buurt. Die waren hier op bezoek en die konden niet snel genoeg thuiskomen. Het idee van deze schuilkelders is naar de Les van Londen. Dat was het allereerste filmpje van de beschermde bevolking. En de
Londenaren, die hadden in de Tweede Wereldoorlog 300 keer meer bommen gehad dan Rotterdam. Alleen ze hadden maar de helft aan schade. Ja, de beschermende bevolking die ging dat uitzoeken. En toen bleek het dus dat de mensen in Londen moesten schuilen in de buurt van hun huis. Op het moment dat het luchtalarm af was, dan moesten ze zo snel mogelijk naar buiten toe om kleine brandjes te blussen. Het is ook hier niet in Rotterdam het bombardement dat Rotterdam verwoest heeft. Het zijn de kleine brandjes die uiteindelijk hele woonwijken hebben afgebrand. Ja. Wat de verwoesting is geweest, omdat Rotterdammers massaal vluchten uit de wijken. En om dat te voorkomen, wilden ze dus dat de mensen thuis schuilden, zo snel mogelijk brandjes blusten en daarmee een grotere ramp konden voorkomen. Uiteindelijk toen kwamen de vredesbewegingen en steeds meer minder druk op een koude oorlog. En is in 1986 is eigenlijk de stekker eruit getrokken bij de beschermde bevolking. En gingen deze locaties naar, die 17 locaties in Rotterdam, die gingen naar of de eigenaar van de grond of naar de gemeente waar het in lag. In dit geval is dat de gemeente Rotterdam. Alleen omdat het een soort van geheim is, is het nooit bij de kadaster opgetekend. En bestaat het dus eigenlijk niet. Moest dat ingetekend worden, kostte dat geld. Rotterdam wilde totaal niks aan schuilkelders betalen. Dat moest de overheid maar doen en regelen en betalen. Dus uiteindelijk hebben ze in begin jaren 90 Binnenlandse Zaken een subsidie uitgegeven voor de sloop van die 17 locaties. Rotterdam die wilde ze alle 17 slopen. Wij hebben er nog eentje op de Westzeedijk, die beheren we al sinds 2014. Die werd gered door het Hoogheemraadschap doordat er een boom in stond en half in de dijk lag. Dus die mocht niet opgegraven worden, die moest blijven liggen. Daar hebben ze grond overheen gegooid en die is 30 jaar vergeten ongeveer. De andere locatie is bij station Noord. Dat is een dubbele voor deze, die liggen eigenlijk zo naast elkaar. Die had een doorgang in het midden zitten naar de andere toe, maar daar hebben ze die wand uitgehaald en die wordt gebruikt als oefenruimte voor bandjes. Dat was al begin jaren 90, was dat al, dus die is gebleven. Er is er nog een dubbele, die liggen eigenlijk zo en dan een ranelrijtje aan elkaar in het droogleven voor Tuinplein tegenover het belastingkantoor. En daar liggen de kabels van de Maastunnel langs, dus die mocht ook niet opgegraven worden. Daar zie je eigenlijk nog maar zo'n stukje beton boven het gras uitsteken van de ingangetjes. En deze, daar stond een sloop in. En de buurman die hiernaast woont, die woonde er toen de tijd ook al. En die zat te kijken en die loopt naar buiten toe en die zegt, wat ben je aan het doen? Hij zegt, ja, ik ben even aan het opnemen wat er weg moet. Waaronder die drie oude platanen. Hij zei, ja, dat gaat niet gebeuren. Hè. Trouwens, dat ding is van mij dus wegwezen, zegt hij. De buurman is er ook weer teruggekomen. En Hans die heeft er een nieuwe deur in gezet. Hij was van hout en het was hier zo vochtig dat binnen een jaar die deur zo ver uitgezet was dat die dik 25 jaar niet meer open ging. En doordat wij onderzoek doen naar de locaties in Rotterdam waren we al een keer hier bij het bloemenstalletje beland. En die gaf het kaartje van ons aan de buurman en die belde in de beginperiode van corona van buur. Ik heb de sleutel van een schuilkelder, ik krijg hem niet open. Als die deur open moet, moet er een nieuwe deur in. Zien jullie daar wat in? Willen jullie hem kijken wat erin staat en of eventueel of dat er wat te redden is? Nou, dat wilden we heel graag. In de gedachte van, joh, ik ga nog een maand duren. Dan twee maanden dachten we, maar ja, dat duurt al lang veel langer. Dus op een gegeven moment, omdat wij echt afhankelijk zijn van donaties van openstellingen, was ons potje helemaal leeg en toen liepen we een beetje vast hier zo. Hebben we een subsidie gekregen van Op Zomer Mee Rotterdam en met de afspraak dat we met Burendag, afgelopen Burendag september, zouden openen voor de buurt hier zo lang. Maar ja, we wisten nog wel dingen, er zat schommel op de wanden, dat hebben we eerst moeten behandelen. De tafelblaadjes, de zittingjes, de prijzen die gingen ook allemaal aardig omhoog. Dus, er was op een gegeven moment geen budget meer voor en de verlichting dat misten we hier zo. Dus we hebben een leuk budget gehad, daar hebben we hem voor af kunnen maken. Althans openstelbaar kunnen maken, er zijn nog steeds dingen die niet moeten gebeuren. Dus mochten jullie de locaties in Rotterdam een warm hart toedragen, we hebben achterin een donatiekist staan, een ouderwetse voor contant geld. En we hebben een QR-code tegenwoordig, sinds vandaag ook voor de modernere mensen onder ons. En
eigenlijk al het, alles wat we in de donatiepot krijgen, dat komt ter voede van de openstellingen en het opknappen, het onderhouden van de schuilkelders en eventueel de toekomstige schuilkelders die we ook gaan openen in Rotterdam. Door, we hadden eigenlijk een historische hobby, maar doordat er een of andere idioot in Rusland zit, hebben we een hele andere hobby gekregen. En zijn er ook daardoor wel meer balletjes gaan rollen en zijn er weer wat meer mogelijkheden en locaties gevonden in Rotterdam die we ook in de toekomst ook gaan stellen. Maar dat heeft allemaal wat voorwerk nodig voor, om het ook veilig te kunnen doen. Wat hebben jullie hier allemaal aan? Wat buiten dat je het schimmel van de muren is dit origineel of is dit nieuw? De doeken zijn origineel, ja? En de rugleidingjes zijn origineel. Ja, de staal is dan natuurlijk, al het staalwerk, alles is origineel, maar alles was kuis, verroest, verrot. Dit leek op rabarber op de grond. Ik heb echt nog 5 minuten naast haar kijken hier, ik kan me nog echt herinneren. Ik denk van joh, wat is het? Toen op een gegeven moment zag ik dat ronde vormpje en een boutje. Ja. Nou, joh, is dat nou dat tafelblaadje? Maar het was gewoon niet te herkennen. Daarbovenop daar staat dan een foto van hoe we hem aantroffen toen we hier echt gelijk binnenkwamen eigenlijk. Het was echt cola-kleurig was het ervoor. Ik heb het zelf nog nooit in die kleur gezien. Dus we zijn echt al heel veel binnen geweest. Maar, omdat het toch een kleine ruimte is en er nog de doeken die waren er nog, de vuurplaten was er nog, die trof was er nog. Dus hebben dat allemaal gewoon weer teruggebracht in de originele staat. De blikken die hebben we weer via marktplaats van vorige openstelling op de Westzeedijk hebben we die blikken zeg maar aangeschaft. Dat een klein beetje aanvulling. We hebben daar een handspaak staan, die komt uit Utrecht, komt die uit de schuilkelder. Ja. Dat werd gebruikt om de deur eruit te lichten. Onderaan aan de deur, daar zit een metalen blok en dan kan je dat ding onderzetten. Waar de deur eruit ligt, mocht daar puin achter liggen en de deur die gaat niet meer open. En kan je er dan alsnog dan niet uit, dan kan je hier zo via het noodluik met een trappetje. Kom je dus in dat plantenperkje bovenop, kom je er dan uit. Ja. Maar dit is een openstaan hierachter? Ja, we hebben nu openstaan om even gewoon wat meer frisse lucht natuurlijk. Dus... Yes, ben ik weer. Ik moet zeggen, schuilkelder 2 was ook wel heel erg interessant. En diep respect voor de mensen die de schuilkelders behouden. Dus ik wil eigenlijk de mannen bedanken voor de schuilkelders. Super tof werk. En super leuke dag gehad. Namens Dre. En we Pim ook nog even bedanken. Ook super vette locatie. En ik moet zeggen, ik vond het gewoon een super toffe dag. Dus mannen. Bedankt. En bij deze sluit ik de video lekker af. Ik zeg, blijf kijken. Er komen echt leuke video's uit. En abonneren, liken en delen jongens. En abonneren. Heel belangrijk. Het is gratis. Echt. Ik zeg, later.